Dus ons plan is om al deze veren eruit te halen en deze veren van Crazy Kangaroo, het trampolinepark, erin te doen. We kunnen hier trippels. Yes. Een trampoline upgraden is natuurlijk niet alleen de veertjes. We gaan ook eventjes... We gaan namelijk het doek ook even wat mooier maken, want zwart is natuurlijk leuk. Maar we moeten een klein beetje positiviteit de wereld inbrengen. Dus we hebben allemaal mooie spuitbusjes en daarmee gaan we dit hele doek opspuiten. Holy shit. Kijken we een gloednieuw video van je favoriete Ginger. Ik mag het eindelijk weer zeggen, zoals je ziet is mijn haar redelijk oranje. We verveelden ons, dus we hebben mijn haar oranje geverfd. We zijn vandaag weer bij Erin in de tuin, want ik verblijf hier. Dit is mijn nieuwe hotel. En Erin heeft een super grote tuin. En een hele mooie trampoline zoals je ziet. Alleen ja, je kan ook wel zien dat die ook wel redelijk gebruikt is. Het doek is redelijk nieuw. Alleen het doek is te groot voor in de trampoline omheinsel ding. De veren zijn ook niet helemaal goed meer. Maar ja, die kunnen nog wel een keertje mee om op te springen, maar niet heel lang meer. Dus ons plan is om al deze veren eruit te halen en deze veren van Crazy Kangaroo, het trampolinepark, erin te doen. Aangezien het toch dicht is, dacht ik, ik kan ze wel even gebruiken. Ik ga ze mooi in deze trampoline doen. En dan hoop ik dat het doek niet te klein is en dat we erop kunnen springen. Laten we eventjes gaan uittesten hoe hoog die nu springt. Wow, nu is het helemaal raar, want het doek gaat helemaal op en neer. Hij is naar. Kom maar niet hoger. Oké, zal het even... Oh, jeetje. Je raakt echt bijna de grond. Kan ik de grond raken? Ja. Ja, ik raak de grond. Ja. Oh. Ja. En nog een keer. Nice. Hij springt wel, maar het is niet heel fijn. Nou mag jij ook een keer proberen. Yes. Zo hoog mogelijk. Ah. Ja, we moeten hem denk ik weer even opnieuw schoonmaken, want hij is nu best wel smerig. Je had hem net zo mooi schoongemaakt. Ja. En ik heb hem weer smerig gemaakt met mijn crocsies. We gaan nu eerst eventjes beginnen met alle oude veren eruit te halen. En alle nieuwe veren erin te doen. En dan gaan we kijken of die al iets beter springt. Ik hoop het. Anders hebben we alles voor niets gedaan. Ik heb ook nog een kleiner doek bij ons. Maar dan zouden we zeg maar deze veer aan die moeten maken. En dan heb je twee veren. Het is wel een stukje gevaarlijker. Maar hey, als het springt, is het goed. We zijn bijna op de helft en ik had het wel iets makkelijker verwacht. Want als ik één veer eruit moet trekken... Oké, deze gaat dan heel soepel weer. Ja, zie je, dan moet ik echt aan trekken. Dan heb je hem los. We hebben dus een klein probleempje, want ik heb al genoeg veren meegenomen. Alleen niet voor deze trampoline. Ik heb opgemeten voor een wat kleinere trampoline die ik thuis heb staan. Deze twee keer zo groot. Dus ik kan niet zo heel goed rekenen. Dus we gaan nu twee grote veren. En dan één oude. En dan weer twee grote. En dan weer één oude. En zo gaan we heel de trampoline rond. En dan hoop ik dat de spanning alsnog goed blijft. Dat we zo wel eventjes wat dubbels erop kunnen. A few inches later. Ja, hij wou toch niet helemaal strak staan. Maar nu hebben we het anders opgelost. We hebben twee veren. En dan hebben we twee gewone veren naar de zijkant gedaan, zodat hij wel ver uitrekt. En ik denk zo meteen dat hij echt goed gaat springen, want hij staat nu al redelijk strak. En dan moeten we dat allemaal nog. Dus we zijn nog wel even bezig. Eindelijk. Ze zitten er allemaal in, het is gelukt. Wat een werk. Nou echt. Yes, nu gaan we eventjes kijken of we erop kunnen springen. Ik heb er net al even opgesprongen en hij springt echt perfect. Springen. Yes! Jeetje! Ja, je voelt het hè? Ja, hij staat in één keer strak. Nou kun je normaal op trampoline springen in je eigen tuin. Yes! Dat is grappig om te doen. Ja, dat kan ik niet, want ja, ik heb zeg maar een gehandicapte arm. Mijn beurt! Yes! Oké! Okay. Ja, ik ben echt benieuwd. Oh, holy shit! Hey, hij springt echt niet zo hoog ofzo! Ik hoef ook bijna niks te doen! Yay! Nice! Nou, ik denk dat het wel is gelukt door die veren hoor. Holy shit, dat had ik niet verwacht. Even kijken of ik een dubbel kan. We beginnen met een dubbel voel. Lekker! Nou, dat komt er straks nog niet, toch? Nee. Oh, lekker! Dip site dan!
Zou ik dat kunnen? Weet ik niet. 12 seconds later. Oh, yes! Yes! Het kan! Nu kun je dubbels op je trampoline doen. Ja, Dus even oefenen, we hebben nog 4 weken, want dan gaat alles weer door, want we mogen niks. Dan kunnen we hier trippels. Yes! Een trampoline upgraden is natuurlijk niet alleen de veertjes. We gaan ook eventjes... Ik heb schildersteep, dat komt goed van pas. En we hebben een rode kleur, een gele kleur, een blauwe kleur, een gouden kleur, dat is niet zo mooi. Nog een rode kleur, hey, pas bij mijn haar. Een roze, die is leuk. Een zwarte, hebben we niks aan, zwart doek. Een groene. Dat was het. Ja, ook nog een witte. Ja, maar... En een witte, gewoon om je neer te zetten. We gaan namelijk het doek ook even wat mooier maken, want zwart is natuurlijk leuk. Maar we moeten een klein beetje positiviteit de wereld inbrengen. Dus we hebben allemaal mooie spuitbusjes en daarmee gaan we dit hele doek opspuiten. Het is namelijk de bedoeling dat we dit gaan maken. En dat moet op het doek. Dus we hebben even wat tapejes. Die gaan we op het doek vastmaken. En dan gaan we alle vakjes met een aparte kleur inspuiten. Graffitiën. Maakt niet uit hoe je het ook noemt. Als er maar een kleurtje op komt. En dan, als het goed is, hebben we de mooiste trampoline van heel Nederland. Dit gaat wel echt een kunstwerkje worden. Oh, shit, dit ziet er wel. We moeten heel wat vakjes inspuiten. Maar we gaan hem tegen de muur aan zetten, zodat we er makkelijk bij kunnen. En dan moeten we niet te dik spuiten. En dan zit hij heel lichtjes op. En dan krijgen we echt een hele kleurrijke trampoline. Ik wil deze. Nee, nu wil ik. Nee, dat mag niet meer. Te laat. Oh, deze is mooi. Holy shit, dit is echt wel sick. We hebben de eerste helft gedaan. We moeten de trampoline nu omdraaien, want ik ben zeg maar zo klein en die trampoline is zo groot, dus daar komen we niet meer bij. We hebben nog best wel wat mooie kleurtjes. Die moeten daar nog allemaal op. En dan krijgen we echt wel de mooiste trampoline van Nederland. Op camera ziet hij er trouwens wel mooier uit dan in het echt. Deze kleurtjes zijn allemaal best wel mooi opgedroogd nu, dus we gaan voor ronde 2, de rest, en dan zijn we klaar. Dan is het waarschijnlijk vanavond of morgen dat we er pas op kunnen springen, maar we hebben het er wel voor over. Hij wordt echt vet. Laat staan als je straks de tape weghaalt. Ik ga met grill. Hij is overal redelijk droog nu. Hij is helemaal droog, want de zon heeft erop gestaan. Hij is echt wel gaaf. Bijna. Ja. Ik ben echt wel blij met het resultaat. We gaan hem even helemaal rechtop zetten. Dan gaan we alle tapejes er even aftrekken. En dat is echt, echt fijn gevoel. Oeh, de eerste. Oh, perfect. Lekker. Oh, dit is zo fijn om te doen. Oh, dit is zo lekker. Nice, het eerste streepje. Nou kunnen we de rest doen. Oh, dan gaat nu deze. Ja, eerder wacht nog even tot deze maken. Oh, deze is helemaal de honderd gegaan. Nee. Nou, het is die. Yo, dit is echt vet hoor. Holy. Hij is echt goed geworden. Ik had niet verwacht dat hij zo mooi zou worden. Moet je kijken hoe vet. Ja, hij is heel mooi. Hij is echt mooi geworden. Alleen het witte is doorgegaan. We gaan zo ook even kijken of hij ook nog steeds hetzelfde springt. Ja. Ja, die witte is alleen een beetje verpest. Want die, ja, alle witte vlakken zijn verpest. Erin, jij mag als eerste even springen op de mooiste trampoline van Nederland. Holy shit. Het ziet er zo mooi uit. Het is heel gaaf, want als je naar de grond komt, je ziet gewoon die kleuren. Je springt gewoon op een kunstwerk, ja. Dat mag je eigenlijk nooit doen. Maar nee. Vandaag mag het. Ik wil ook even een stukje doen. Oh, cool. Oh, dat ziet er zo vet uit. Yo, het is ook gewoon cool om op te springen. Ik heb een rijden op je arm. Sick, sick.
Lekker. Mijn broek is nog wel nat, dus het is niet handig als ik op ga springen. Ik denk dat dit wel is gelukt. We hebben gewoon de mooiste trampoline van Nederland gemaakt, denk ik. Ik denk het ook. Heel cool. Ik denk eerlijk gezegd dat ik wel een van de mooiste trampolines in Nederland heb. En dat dit echt een geslaagd idee is. Hij springt beter en hij is er mooier op geworden. Nou ja, dat vind ik zelf. Dus hier besluit ik ook gelijk de video. Vond je nou een superleuke video? Even zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En ben je nog niet geabonneerd? Abonneren eventjes, helemaal gratis. Je hoeft er niet voor te betalen. Laat ook even weten in de comments welke challenge ik de volgende keer moet doen. En dan zou ik zeggen, net zoals elke video, bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Later.